Hey, welkom bij Verwegen met Bart. We zijn vandaag 30 april. Ik ben gestart met dit kanaal op 30 december. Dat was de verjaardag van mijn vader. Hij werd 70. Dat betekent dat ik ondertussen 4 maanden bezig ben. En ik ben eigenlijk wel heel blij, want ik had niet gedacht dat ik na 4 maanden al zoveel mensen zou bereiken. Meer dan 1600 mensen zijn geabonneerd. Maar ik merk wel dat nog niet iedereen elke dag meedoet. Dus probeer, als je geabonneerd bent en wilt meedoen, om het ook echt bijna elke dag te doen. Je zal echt merken dat dat een groot verschil maakt. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het wel elke dag doen. Dus probeer, als je nog niet geabonneerd bent, om te abonneren of de meldingen aan te zetten. Ik zal de video, hoe dat je de meldingen aanzet, hier nog even linken. Voor vandaag gaan we meteen starten met onze training. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En voor vandaag heb je opnieuw iets extra nodig en dat is een klein trapje. Dus als je dat niet bij de hand hebt, ga dan naar de trap van je huis. En dan kan je gerust de workout daar even doen. Eerste oefening die je gaat doen is zijwaarts boksen. Dus een beetje roteren met het bovenlichaam. Heel goed. En op die manier worden we al wat warm in die rug. Rustig aan. Je mag het altijd trager doen dan dat ik het doe. Maar het mag natuurlijk ook even snel. Nog 10 seconden ongeveer. Heel goed. Nog 4, 3, 2, 1. En rust. En dan mag je je trapje erbij nemen. En dat trapje, daar gaan we gewoon rustig opstappen en afstappen. Ja, heel eenvoudig. We gaan altijd met dezelfde voet eerst. En binnen 20 seconden gaan we wisselen. Dus ik ga nu met links omhoog. En zo dadelijk zal ik dan met rechts omhoog gaan. Nog 5 seconden voor de wissel. En je mag zo dadelijk dan met je andere been omhoog gaan. Heel goed. Als je zelf een hogere trap wil gebruiken, dat kan. Zoals daar. Of een lagere trap, dat kan ook. Ja. En zorg dat je goed in evenwicht staat. Dus neem desnoods een leuning vast van je trap. 3, 2, 1, en rust. Heel goed. Dan ga je je knie naar voren brengen en je been achterwaarts strekken. Ja. Knie naar voren en achterwaarts, daar kan je de grond tikken. Ja. Doe maar rustig. Knie naar voren en tik. Dat zijn de beenbuigers die je traint, de buikspieren en de bilspieren. En we zijn weer fantastisch goed bezig vandaag. Schitterend werk, hou het vol. Er zijn nog 12 seconden te gaan. En doe het rustig aan, op je eigen tempo. Heel goed. En dit is al onze laatste. En dan mag je wisselen van been. Rustig aan, adem even in en uit. En dan gaan we hier heffen en achteraan tikken. Kijk zelf hoe snel je dit kan doen. Het hoeft niet even snel dan dat ik het doe, uiteraard. Heel goed, kom maar. Tikken. Super goed bezig. Kom aan, hou het vol. Ik doe nog 5 keer. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog eentje. En rust. Heel goed. Dan ga je achter je stoel staan.
ga je achter je stoel een squat maken. Ja, door de knieën gaan en volledig rechtop komen. Ja. Door de knieën en rechtop. Supergoed. En recht. Probeer dus je knieën niet te ver naar voren te laten gaan, maar vooral je zit vlak naar achter en zorg voor een rechte rug. Mooie rechte rug. Goed naar voren kijken of een beetje omhoog kijken. Heel goed. We zijn halfweg hier. Als je het niet even lang kan volhouden dan ik, dan is dat geen enkel probleem. Stop je gewoon iets vroeger. Je doet wat je kan. Het is al heel goed dat je gestart bent. Want dat is vaak de moeilijkste stap. Gewoon om te starten. Nog eentje erbij. En rustig weg. Dan gaan we terug één voet op het trapje zetten. En dan ga je jezelf omhoog duwen op je trapje. En dan laten zakken dat je andere voet de grond kan raken. Omhoog drukken en zakken. Hop en zak. Hop en zak. Oké, heel goed. Kom aan. Dit vol. En zak. En zak. Heel goed. Kom aan. Yes. De quadriceps. Die zullen misschien het echt al beginnen voelen nu. Maar hou het nog 12 seconden vol. En dan gaan we wisselen naar ons andere been. Kom maar. Fantastisch werk. Nog 3 keer omhoog. Nog 2. Nog eentje. En rust. Oké. Heel goed. Zorg voor balans hierbij. Dus zorg ervoor dat je je kan vasthouden aan iets. Dan gaan we op het rechterbeen erop, omhoog duwen en rustig zakken. Heel goed. Oefeningen voor de benen zitten heel vaak in onze workouts. Niet dagelijks, maar bijna dagelijks. De benen zijn dan ook super belangrijk. Daarmee beweeg je je voort. En dat willen we zo lang mogelijk vlot blijven doen, zonder pijn liefst. Kom aan, hou het vol. Nog 12 seconden te gaan weer. Heel goed. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste, kom aan. Omhoog. En rustig zakken. Kom van je trapje af. En dan ga je op je stoel zitten. En dan ga je op de rand van je stoel opnieuw zitten. En je wandelt een beetje naar voren met de voeten. Ja. En dan ga je van daaruit je handen plooien. Je armen, sorry, plooien. Door je armen een beetje. Zit vaak laten zakken naar de grond en opdrukken. Laten zakken en omhoog. Laten zakken en omhoog. Heel goed. Heel goed. Dit zijn dips. De armspier, de triceps. En ik ga er nog 4 doen. Als je ze alle 4 kan meedoen, mag je. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En dat is de laatste. Oké, fantastisch goed. Zware oefening, dips. Dan gaan we de flesjes erbij nemen. Neem de flesjes erbij. En de flesjes, die ga je hier houden voor je lichaam en je gaat je ellebogen dan omhoog brengen naast je lichaam. Hup, en naar daar. Heel goed. Heel goed. Oké, fantastisch. Dit is onze deltoïdeus spier die je traint. Dat is een grote spier hier aan de bovenkant van je schouder. We zijn ondertussen halfweg. Als je het te zwaar vindt met de flesjes, dan kan je ze nu ongeveer gerust neerzetten. Wanneer je voelt dat het te zwaar wordt. En dan doe je verder voor de laatste 15 seconden zonder flesjes. Je mag ook de flesjes vasthouden. Dat mag altijd. Nog 3, 2,
rust. Super goed bezig. Dan ga je de flesjes terug erbij nemen. Je gaat een beetje door de benen. Een beetje naar voren leunen. Flesjes zijn voor je. En je roeit achterwaarts. Je trekt de flesjes naar je toe. Alsof dat je aan het roeien bent. Ja. Bij mij zijn de flesjes nu rechtop. En ik ga halverwege de flesjes een kwartje draaien. Zodat ze horizontaal zijn. Kom aan. Super, ja, het doet het super goed. Hou dit vol. We zijn halfweg, dus ik draai mijn flesjes. En ik roei nu op die manier. Ellebogen komen zo ver naar achter als ik kan. Als je het niet goed al staand kan doen, denk eraan, je mag de meeste oefeningen ook al zitten doen. Dan ga je op deze manier roeien. Ja, dat lukt perfect. En we doen er nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. 1. En dan zit het erop. Alweer super goed gewerkt vandaag. Full body. Dus verschillende spiergroepen zijn aan bod gekomen. Dat is ook de bedoeling. Niet dat je elke dag alle spiergroepen traint. Maar wel verschillende. En als je dan een week meedoet, 10 dagen meedoet. Dan zorg ik ervoor dat jij voldoende al je spiergroepen hebt getraind. Geef een like als je hebt meegedaan. Als je nog niet geabonneerd bent, klik hieronder op abonneren. Ik zie je heel graag morgen terug.